Goedendag, we laten best wel een koude periode achter ons, tenminste tot vorig weekend, want toen kon er al her en der nog geschaasd worden, maar we zitten inmiddels echt wel in een stuk warmere lucht en ja, het ijs wat nog begin deze week op sommige slootjes lag is inmiddels al lang verdwenen. En in deze 30 dagen gaan we kijken of dat winterweer nog een beetje kans heeft om in februari terug te komen. Dan beginnen we eerst met de luchtdrukkaart voor komende week van Europa, van West-Europa. En dan zien we dat bij ons nog altijd de stroming vanuit het westen komt. Hoge drukgordels bevinden zich vooral net ten zuiden van ons en daaromheen stroomt vanuit het westen, eerst nog het zuidwesten, echt wel vrij milde lucht onze kant op. Wel zorgt het hoge drukgebied ervoor dat waarschijnlijk storingen nog lange tijd op wat meer gepaste afstand blijven. Dus het is zeker geen onaardig weer komende week. Maar het is echt wel aan de zachte kant. En met dit stromingspatroon kan voorlopig kou ons echt niet bereiken. Sterker nog, ook in Scandinavië en het verre binnenland van Rusland is de stroming westelijk. En dan is er dus van winterweer echt geen sprake. En dat zien we ook mooi terug in de luchtdrukverdelingkaart voor de eerste week van februari. Dan zien we namelijk dat hoge drukgordels zich inderdaad rondom de Middellandse Zee en West-Europa richting de oceaan bevinden. En lage drukgebieden vinden we vooral ten noorden in Scandinavië en in Rusland. En bij ons dus een stroming vanuit het westen. En dus echt wel de aanvoer van die hele warme lucht. En dat zien we ook echt terug op de afwijkingkaarten. We zien de rode tinten echt in overvloed in heel Europa. Winterweer is ook dus niet te vinden in Rusland of in Noord-Europa, ook niet in de Alpen en overal is het dus eigenlijk echt flink te zacht voor de tijd van het jaar. Winterweer is dus ver te zoeken op dit moment. Maar qua neerslagafwijkingen zien we niet zulke sterke signalen. Wel zien we dat hoge drukgebied dat boven uh, de Middellandse Zee en richting de oceaan bevindt, dat het daar dus echt al een stuk droger blijft. Maar bij ons is de afwijking niet heel overtuigend. We zien wel een afwijking in de plus boven Duitsland. Daar valt wat meer neerslag dan normaal in de eerste week van februari. Maar ja, het is veelal niet echt heel schokkend. Dat signaal met die hoge en lage luchtdrukken verandert een beetje in de tweede week van februari. Want dan zien we dat hoge drukgebied, dat eerst vooral boven de Middellandse Zee lag, zich wat meer verplaatsen richting de oceaan. En lage druk invloeden nemen toe boven ja, toch wel Rusland en Noord-Europa. En met zo'n luchtdrukpatroon kan de stroming ineens wat meer naar het noordwesten draaien... en is de aanvoer wat meer vanaf de Noordzee... waar uiteindelijk ook het brongebied toch wat meer het polaire gedeelte is van Europa. Kortom, dan zou het wel eens wat kouder kunnen worden... en neemt de kans op misschien een winterse bui ook toe. Maar vooralsnog zien we in de temperatuurafwijkingen toch nog een positief getal staan... veelal 1 tot 3 graden te warm... Maar goed, het is wel het gemiddelde voor de hele week. En dan zou het zomaar eens een keer een wat dagje. al wat kouder kunnen zijn. met een paar winterse buien. Kou vinden we dan wel weer terug boven Noord-Europa en Rusland. Ja, de winterkou lijkt dan toch in de tweede week van februari. daar weer terug te komen. Maar voor de rest is het toch wel een heel groot gebied. waar de rode kleuren toch nog echt wel de overhand hebben. en waarvan echt winterweer voorlopig nog steeds geen sprake is. Als we naar de neerslagafwijking kijken, dan zien we dat dat. Signaal, die groene kleuren waarin wat meer neerslag kan vallen, wat groter wordt. En dan zou het ook zomaar eens in de Alpen toch wel weer wat vaker tot sneeuw kunnen komen. De sneeuwvalgrens is dan nog wel even een dingetje, of de vraag wat dat precies gaat doen. Op dit moment lijken toch nog allemaal net even iets zachter te zijn dan het normaal gesproken is. rond, de tijd, rond deze tijd van het jaar of rond die tijd van het jaar. Als we dan naar de tweede week of de derde week van februari kijken... en dus ook de voorjaarsvakantie waarin vele Nederlanders weer richting de Alpen gaan... dan zien we toch voor de Alpengammers best wel een gunstig signaal. Want hoge druk bouwt zich vooral boven de oceaan op. Dat hoge drukgebied trekt eigenlijk wat meer richting Groenland. En we zien wat lage druk invloeden boven Oost-Europa en Noord-Europa. En dan zou de stroming van het noordwesten zelfs naar het noorden kunnen draaien... En dus de aanvoer eigenlijk regelrecht bij ons vanaf de Noordpool. Maar goed, het is allemaal een signaal dat nog ver weg is. Het is allemaal nog wel onzeker. Maar al met al is dat toch wel een gunstig, uh, een gunstig scenario of een gunstig signaal voor mensen die richting de Alpen gaan of toch nog hopen op wat winterse buien in eigen land. De temperatuurafwijking die er dan bij hoort, is dan ook dat de, de witte en de blauwe kleuren wat meer in de overvloed zien. Boven heel Noord-Europa en de Noordelijke Noordzee zien we afwijkingen naar beneden. Daar is het dus wat kouder dan gebruikelijk. En in Centraal-Europa en bij ons zien we vooral witte kleuren. Dat betekent dat de temperatuur vrij normaal is voor de tijd van het jaar. Maar er zitten dus dan ook waarschijnlijk dagen bij waar het een stukje frisser is. En de kans is dus op wat winterse neerslag bij ons echt wel groter wordt, en dus ook in de Alpen. Kijken we naar de neerslagafwijking. Dan zien we eigenlijk min of meer hetzelfde beeld nog steeds terug. Boven Oost- en, Oost en Midden-Europa toch die afwijking naar boven. Daar valt meer neerslag dan normaal. En met die noordelijke stroming is dat waarschijnlijk in dit deel van Europa... waarschijnlijk ook allemaal sneeuw. Daar keert de winter waarschijnlijk half februari dus echt wel terug. Maar wij liggen wat meer op de wip. En dan is het nog even de vraag of er ook in die noordstroming... inderdaad buien worden aangevoerd. Want drogere signalen zien we richting dat hoge drukgebied... De oceaan op. En er valt dus minder neerslag dan gebruikelijk is. Kijken we naar de laatste week van deze 30 dagen, en dat is ook eind februari, ja, dan worden de signalen dus allemaal een stukje vager. En dan dus is het nog maar even de vraag wat het precies gaat doen. Vooralsnog zien we hoge drukinvloeden waarschijnlijk ver op de oceaan richting Groenland. En dan zou die Noordstroming of Noordooststroming eventueel zelfs nog steeds gehandhaafd kunnen worden. Maar het is allemaal een signaal wat we op dit moment zien, en dat zou zomaar eens komende week weer kunnen veranderen. Kortom, het is eerst dus echt nog wel zacht. U zag het al, die rode kleuren op de kaart. Die hebben echt de overvloed op dit moment en ook komende week. Maar later neemt de kans op een noordweststroming toch echt wel toe. En misschien zelfs dus die Noordstroming. Dan neemt de kans dus op een paar winterse buien bij ons ook toe. Ga je naar de Alpen toe, dan heb je dus waarschijnlijk weer sneeuw tot in de dalen. Maar vanaf half februari, zoals ik ook al zei, wordt het allemaal echt wel een stukje onzekerder. En dus het is het dus echt nog wel even de vraag wat het precies gaat doen? Ik wens u een fijn weekend.